best mogelijk dat aliens al eens bij ons langskwamen, beweert NASA-wetenschapper volgens Silvano P. Colombano, een professor die voor de NASA werkt. Hebben we alleszins een veel te bekrompen visie op wat aliens zouden kunnen zijn? Volgens hem is het best mogelijk dat aliens al ooit voet op onze aarde hebben gezet, en dat we ze gemist hebben. Hij voegt eraan toe dat niet elke UFO-melding kan verklaard of ontkend worden. Ik wil alleen maar wijzen op het feit dat het intelligent leven dat wij zouden kunnen vinden en dat ervoor zou kunnen kiezen om ons te vinden als dat nog niet het geval is, misschien helemaal niet, wordt geproduceerd door organismen op koolstofbasis zoals de mens. Schrijft professor Colombano, aliens zouden dus een heel andere chemische samenstelling kunnen hebben. Hij zou zeker niet van stoel vallen als zou blijken dat buitenaardse wezens al veel verder dan de menselijke technologie staan, dat interstellair reizen binnen hun bereik ligt, bijvoorbeeld. De enorme tijdsverschillen in potentiële evoluties maken de kans op technologische overeenkomsten heel klein. Aldus Colombano over de mogelijke verscheidenheid aan ontstane levensvormen in ons universum.